Hallo. Ik ben buiten laten staan. Nee hoor, mijn masker maar. Ik ben op weg naar de Enryaku-ji. Tempel hoog in de bergen ligt. Gelukkig. Hoewel, hoefde ik hier niet heen te klimmen, want daar ging een kabelbaan, maar... Oké. Ik had eerst de trein genomen vanaf Kyoto naar het station hier en dan stond daar, dus kon je een bus nemen. Dat is niet wat Google Maps zei trouwens, maar die zouden we hier bij de kabelbaan station brengen. Misschien deed hij dat wel, maar dat is de eerste bus die ik had waar niks in het Engels werd omgeroepen. En dus op een gegeven moment stonden we op het station. We waren vertrokken, dus ik had een mooie rondritje gehad natuurlijk, maar niet gekomen waar ik wilde zijn. Oeps. Dus toen ben ik maar gaan lopen. Dat viel best mee. Maar toen die kabelbaan, doordat ik was gaan lopen, was ik precies op tijd dat hij net ging vertrekken. Maar dat ding zat vol. Ja. Onder normale omstandigheden zou ik het onverantwoordelijk hebben gevonden. Om er nog steeds meer mensen bij te laten. Toen ik erin stond, er kwamen nog een paar erachteraan met koffers en al. Wacht een half uurtje op de volgende, zou ik zeggen. Maar met de situatie dat hier nog COVID heerst, was het gewoon... Waar zijn we hier nou helemaal mee bezig? Maar goed, ik ben dus boven aan de berg. Even die kabelbaan, dat is niet eentje die zo aan een kabel hangt, maar die door een kabel wordt voorgetrokken. Want ik zag al maar niet rondliep mijn hond heet. Hoe kan je zo'n ding nou missen? Nou, omdat er gewoon een treintje omhoog is. Dus. Oeps. Maar het is de langste in Japan. 2025 meter. Ja, 25 meter maakt echt veel verschil. En hier op de top zitten we dus op 654 meter hoog. En dat boing, wat je ook hoort, dat is de tempel, denk ik. En je merkte het wel als je erin kwam dat je oren begonnen weer te poppen. Zeg maar. Nou, maar goed. Dus na een circulaire busreis, een flinke wandtocht en dus een oncomfortabele kabelbaantrip, ben ik dan hier. En dan. Oké. Het maakt het allemaal weer goed, zou ik zeggen. Ik weet alleen niet wat al dat water nou is. Het lijkt wel verdorie een binnenzee. Volgens mij ligt Kyoto helemaal niet aan de zee. Of aan een meer of zo. Wat daar? Lijkt wel een eiland. Maar ik denk dat het een berg is die uit de wolken opsteekt. Maar vooral in dat plaatsje waar de kabelbaan begint, heb ik kleuren gezien van die bomen. Nou, nog niet meegemaakt. Schitterend. Dus ja, ondanks mijn gehopper, ik ben best goed in beeld. Tot later.